Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. TV, journaal, dat hij toch aan twee meisjes heeft gezeten. En derde pest. Heeft hij dat bekend? Of liever zelf gedaan. Zo. Maar, en wat is de verste reis die u, of de mooiste reis die u ooit gemaakt heeft? Naar Bali. Hallo meneer. Dag meneer. Hoe is het leven? Goed. Ja? Ja. Vermaak je nog een beetje? Ja hoor. Ja. Wordt er nog Sinterklaas gevierd? Wordt er nog kerst gevierd? Allebei. En hoe vier jij dat? Op z'n Leids? Heb jij Sinterklaas met een rollende R? Nee, want ik kom uit Den Haag. Kom jij daarna? Maar jij ziet er, ik zou het zweren dat jij een Leidenaar bent. Ja, ik woon wel in Leiden nu, sinds een paar jaar. Maar ik... nou, wat moet een Hagenees in Leiden dan ineens? Ja, vriendinnen. Dan moet je wel. Oh, we moeten even aan de kant. We gaan deze kant op. Zo. Maar voor de liefde naar Leiden gekomen. Ja, klopt. En waarom zij niet naar Den Haag? Omdat er kinderen hier wonen. Ja, dan moet je wel, hè? Daar werk en alles. Dus, ja. Werk jij ook nog? Nee. Met pensioen al? Nee, toch? Bijna. Over een half jaar. Oh, hoe oud ben je dan? 65. Oké, nou dat had ik je nog niet, dat had ik je nog niet per se gegeven. Maar waarom hoef je nu nog niet meer te werken dan? Afgekeurd voor mijn rug. Dus. Wat voor werk heb je altijd gedaan dan? Ik heb altijd in de horeca gezeten. Ja, en als je last van je rug hebt, wordt dat een beetje een lastig verhaal natuurlijk. Ja. Zat je in de Haagse horeca? Ja. En waar dan? Vlakbij de Haagse Markt. Ik zit nu even te denken wat daar dan allemaal zit. Maar stond je in de kroeg? Ja, bij de afspraak. En mis je het? Ja, af en toe. Nee. Je moet er maar mee leven, hè. Nu heb je een gezellig praatje op de markt, is ook leuk, toch? Daarom, ja hoor. Nou, groeten thuis. Okay. Tot de volgende keer. Oké. Hoi, hoi. Rio! Nou, lekker verhaal. Ik zeg nog in oktober, we komen elkaar één keer per jaar tegen tijdens het mini-koraal. En dan schrik je van, want dan komen we elkaar op de markt tegen. Maar elke lijnaar komt toch altijd even naar de markt? Nou, en zo is het wel. Maar ben je loop hier elke woensdag rond dan? Friet, elke woensdag en elke zaterdag is traditie in Leiden. Als je hier niet loopt, hè? Dan ben je geen leienaar. Nee, maar ik heb je nooit ontmoet, dus ik vraag me af. Hè? Ik ben hier dus ook elke week, maar wel rond 1:30. Hey, hoe was het op de bank vannacht? Ah, je hebt weer allemaal dingen op internet gelezen. Ja. ik was prima vanavond op de bank. Ik heb een goede bank aangeschaft, omdat ik er vaak slaap. Dus dat komt goed. Is dit nou waar gebeurd? Is het autobiografisch? Het probleem is, om even uit te leggen inderdaad. Heel af en toe maak ik wel eens opmerkingen maar mijn vrouw zegt van... niet handig en dan mag ik op de bank slapen. Nou, we laten nu even de Instagram post zien. Hier gaat het om. Er kwam een vet afvalverwerker voorbij. Een vet ophaaldienst. Een vet ophaaldienst. En jullie zaten op het terrasje. Ja. En dan zag ik staan vet ophaaldienst. Ja. En dan is mijn cabaretierbrein denkt dan, oh, dan moet ik een grapje over maken tegenover zijn mevrouw. Maar mijn vrouw dacht daar... Die denkt daar anders uit. Nou, die moest er niet om lachen, laten we het zo zeggen. Niet, hè? Nee. Toen wist ik dat ik de bank weer mocht opmaken. Ja, zo is het. En moest verder dan? Komen er shows aan? Waar ben je mee bezig nu? Want er is natuurlijk heel weinig te plannen nog. We dachten dat er veel te plannen was. Maar... ja, dat is je niet of je... Hoewel, het brengt geluk, hè, als je op je hoofd gekakt wordt. Er zit een beest daar. Maar ben je met shows bezig? Of? Ik ben met de gorgels bezig. Dus dat is mijn kinderboeken. Die ben ik nu lekker aan het afschrijven. En stiekem ben ik ook wel een beetje aan het schrijven. Ja, je begint er nu zelf over, hè? Want gorgels kwam wel nog bij de Masked Singer. Ik weet niet of je daar nog heel veel telefoontjes over gehad hebt. Nee, ik kijk dat niet. Okay, je kent de Masked Singer wel, toch? Ja, ken ik, ja. Ja, als je het niet kent en je zat er wel in, is dit echt heel goed geacteerd. Nee, er kwam op een gegeven moment een hint voorbij en er stond gorgel. Ik denk, het zal toch niet? En wat heeft een giraf? Een hele lange? Nek. Ja, heb ik ook ooit problemen mee gehad, toch? Ja. Ja, genoeg hints, toch? Ja, nu breng je hem aan het wanken. Je weet ook weer waar ik het over heb. Hé, nou, ik kom je wel weer tegen. Dit was het alweer. Hé, spreek je. Tot ziens, bye bye. Rio! Goedemorgen. Ja, ik heb die gezien. Nee, maar ik moet je ook wel even aanspreken. Want we hebben hier een prachtige pet op, joh. Ja, joh, die heb ik verdiend, joh. dat is voor de kou. Voor de kou. Ja, ja, houdt hij je hoofd ook een beetje warm? Want ik vind dat uw muts ziet er een stuk warmer uit. Ja, yes. Warmer, maar... dit, kijk. Ik heb geen haar meer, hè. Jij hebt nog haar. Ja, ik heb nog wel een beetje haar inderdaad. Maar ik krijg toch wel een beetje de neiging om te zingen. Als de klok. Ja, inderdaad. Arne. Die zingen wij ook. Ja, maar zit je op een koor of niet? Nu niet, vanwege de corona. Maar welk koor zit je dan? Doeshavenkoor. Oh ja, Leidendorp. Hè? Leidendorp, ja. Daar ben je wel eens geweest. Ja, daar zijn we zeker geweest met het Doeshavenconcert. Ja. Hopelijk dat die volgend jaar weer doorgaat. Ja, het is al voor het jaar ook niet natuurlijk. Maar zijn jullie al klaar voor de kerstdagen?
Wij wel. Ja. Nou, wat gaan jullie doen? Thuis. Ga je wel bezoek ontvangen? Nee. Wij gaan naar onze kinderen. Oh, dat was ook gezellig. Eerste en tweede kerstdag. Mooi. En nog goede voornemens voor volgend jaar? Tuurlijk. Geen COVID meer. Corona meer. Laten we ervoor gaan. Tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Doeg. Doei. Rio! Kijk nou eens wie er achter de standbeelden vandaan komen. Kijk eens, hoe ver? Het kan gewoon 3 meter vandaag. Een tijd geleden, joh. Ja, nou valt wel mee. Volgens mij hebben we elkaar 1,5 maand geleden nog wel gezien, toch? Zou kunnen, ja. Ja, zou kunnen. Hoe is het met de boeven van Leiden? Met Ruud, bedoel je? Ja. Ja? We hebben weer lekker gesport vandaag, je weet het. Wat heb je gesport dan? Ja, de sportschool. Maar wat doe jij dan? Wat is je favoriete onderdeel in de sportschool? Hardlopen natuurlijk, dat weet je. Dat zie je wel allemaal. Zij op zo'n band? Op een band, ja. Maar waar en een beetje cross trainen, en een beetje gewichtjes en beenspiertjes, alles een beetje. Maar in Leidendorp doe je dat? In Leidendorp, ja. Karwei. Ja, daar kwamen we elkaar pas tegen. Ja, heel goed. Wil ik net onder de douche stappen, staat hij. Ja, zei ik. Nou, ik hou mijn onderbroek nog even aan. Hoe vind je haar dan? Hij is naar de kopper. Hij is naar de kopper geweest. Nou, ik het ziet er niet uit. Vind je het... ik vind je... volle zalen. Ik vind het je een stuk jonger maken eigenlijk. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou wordt het tijd dat we gaan. Maar ik wil nog wel even weten wat kerst gaat brengen bij jullie. Wij gaan naar familie. Gezellig met de kinderen, kleinkinderen. Wij jullie? Jullie zijn geen stelletje, toch? Nee. Ik zou het wel willen. Ja, gezellige jongen dat, hoor. Ja. Maar je gaat naar... Ja, maar we hebben van de week van Mark Rutte gehoord dat je maar 4 personen mag, hè, maximaal. Eigen familie als het goed is, plus plus visite, 4. Plus 4. Ja, maar eigen familie is jouw gezin, dus man, vrouw. Ja, dan 4 erbij, denk jij. Ja, maar dat is best... Ik had eigenlijk mijn... ik ga verhuizen volgende week. Ja. En ik wil eigenlijk heel graag een oud en nieuw feest houden met 20 man. Ja, 22, hè? met 22 man. Mijn surrogaat-opa's willen ook komen. Ja. Ah, het is wel jammer het is allemaal jammer dat het zo moet lopen. Ja. Maar een jaar geleden dachten we, nou, het stopt wel. Hoe denken jullie? Want ik zie het eigenlijk best wel somber in. Ja. Ik denk dat we over een jaar nog zo zitten. Inderdaad. Ik denk volgend oud en nieuw dat je nog zo, inderdaad. Want op een gegeven moment, je laat de touwtjes dan een beetje vieren, denk ik. Ja, en dan gaat het na jaar weer goed. Maar hoe gaat het volgend jaar winter? Ja. Uiteindelijk is het weer veel te hard gegaan allemaal. Ja. Ze zijn weer vrijgelaten, de mensen. Ja, en ze kruipen toch weer bij elkaar. Ik denk, en dat is met mijn boerenverstand, hè. Volgens mij hadden ze toen met de Formule 1 in Nederland dat nooit zo los moeten laten. Nee, dat toen. Vind ik ook. Nee, dat is zo. Dat Feyenoord Ajax niet met het publiek wordt gespeeld, hè? Dat is zo. Ja. Een klein beetje opgehouden. Ja, zeker. Moeten we het over nog meer... We zijn best wel serieus vandaag. Moeten we het over Marco Borsato nog hebben? Nou, doe maar niet. Want dat vind ik zo'n vervelende man. Oh, echt? Ja, hij heeft mij nooit bekoord. Oké, nee, ik vond het altijd wel. Ik vind sowieso zijn muziek goed. Hij was mij al te glad. Ja, maar ik vind wel dat het in Nederland voordeelt hem al wel. Nu. Ja, wel, maar ja. Als alles waar is, dan is het heel erg triest. Ik hoorde zojuist op de tv, op het journaal, dat hij toch aan 2 meisjes heeft gezeten. En derde pest. Heeft hij dat bekend? Dat had hij er zelf gedaan. En tot zover het serieuze gedeelte. Fijne dagen, hè? Fijne dagen. Rio! Worden hier de serieuze zaken van het leven besproken? Ja, zeker. Ja? Ja, wat dacht je? Onze kerst die naar de knoppen gaat. Wij hebben naar dezelfde persconferentie gekeken, denk ik. Ja. Wat voor gevoel had u erbij? Jammer. Ja, nee, ik had het... Het was te verwachten. Ja. Oh, wat was jullie plannen voor de kerst van eigenlijk? Wat met het hele gezin bij elkaar. Met z'n tienen. Ja. Maar jullie zijn geen familie van elkaar, denk ik. Nee, dit is mijn juf. Maar mijn vrouw gymt nog. Gymt nog? Ja. En wat voor oefeningen doet u dan? Nou, dat mag zij voordoen. Hele zware. Ja, heel zwaar. Ja. We doen Pilates voor senior. Dus we noemen het Pilates Plus. Maar dat geeft, u? Ja. Oké, maar kunnen we daar? Als u dan de microfoon vasthoudt, dan doen wij even een oefeningetje. Oh nee, dan moet je liggen. Dan moet ik, en moet ik dan op mijn rug? Of? Ja. Oké, nou geef de aanwijzing maar. Nou, doe even. Ja? Benen gestrekt en ze komen omhoog van de grond. Arm gestrekt naar voren. Je komt met de rechterrug omhoog en je gaat even. Zo. Nee. Oh, hoe dan? Op en neer. Zo. Zo, op en neer. Laat rustig liggen. Blaas. Ik voel me net een aangespoelde walvis. Sandy, ik kom zo bij je. Dat is dan leg ik het even. Dit is
Nee, Wilna. Ik wist alleen dat ui. Nee, dit is Pilatus. Oh, was dat Pilatus? Dus, dit is goed voor je. De 100. Ja. Maar met 10 man kerst, dat kan dus nu niet meer. Nee. Nou, ga je het ook, dus, ook niet stiekem doen? Nou, daar laat ik me niet over uit. Nee, dan staat de politie aan de deur. Ja. Nou ja, maar het is wel, ik vind het wel, ik zat ook naar de persconferentie te kijken, we hadden ook natuurlijk plannen thuis. Het wordt wel steeds moeilijker om je erbij neer te leggen, even om het vol te houden. Het duurt zo lang. Ja. Zoveel. Ja. Maar daar hebben we het net over, over de voors en de tegens. Dus ook het respect houden voor elkaar. Dat vind ik wel heel belangrijk. Mensen staan nu zo lijnrecht tegenover elkaar, zelfs in een gezin. Dan denk ik, nou, niet doen. Dus maar ik vind het ook zo lastig, ik had het net ook over met de oude mannetjes. Nee, ze zijn niet oud hoor, maar we hadden het net ook over van ja, vorig jaar dachten we, volgend jaar kerst zal het wel voorbij zijn. Ja, klopt. Maar hoe ja, gaan we nou straks? Dan gaan we straks naar de zomer en hoe ziet het er volgend najaar dan uit? Volgend jaar kerst. Ja. Nou, ik ben er nog niet gerust op. Ik ook niet. Want de premier zei ook al dat de steun, de maatregelen... Afneemt. Ja, dat. De steun neemt af. Maar hij zei ook dat de steun, de financiële steun voor de evenementensector... gaat door tot en met het derde kwartaal volgend jaar. Dus ja, dan, eigenlijk zegt hij dan ook al, er komen geen evenementen meer. Nee. Maar goed. Ja. Nou, we blijven positief. Nou, laten we dat maar doen. Anders wordt het een hele klaaguitzending. Ja. Bedankt voor de... Komt dit voor radio of televisie in Nederland? Ja, op Unity. Oh, ga maar wel een beetje knippen, denk ik. Hè? Ja, dat hele stuk gym gaat eruit. Ja, nee. Rio! U ziet er al een beetje klaar uit voor de kerstdagen. Nou, kan ik niet ontkennen. Bent u nog aan het werk? Of? Nee, ik ben net bij pensioen. Oh, net? Ja. En wanneer bent u? Nou, nee, medio dit jaar. Oké, dus dat, nou ja, dat is eigenlijk wel heel recent. Dus dit is uw eerste, volgend jaar is dan uw eerste jaar echt met pensioen? Ja, laten we het zo maar zeggen. Bevalt dat of is het wennen? Nee, het is heel prettig. Daarnaartoe, geleidelijk aan daarnaartoe gebouwd. Wat heeft u al die jaren gedaan? Voor de gemeente gewerkt. Hier? Ja, nou deels 15 jaar voor de gemeente Oegstgeest en 15 jaar voor, 20 jaar zelfs voor de gemeente Leidendorp. Gebied van ruimtelijke ordening. Oké. Okay. Dus er zijn wel wat torentjes hier, niet toevallig, maar een heleboel veranderd. Maar en daar heeft u mee te maken gehad? Ja, tenminste, dat klopt. Sommige gebouwen, sommige plekken? Nou, meestal was ik projectleider van de ontwikkeling van zoiets. Dus mist u het al? Nee, het is gewoon heerlijk om niets te moeten en een heleboel dingen te mogen. Dus er wordt veel gesport. Maar namens wie, wat is dit? Unity. Oh, Unity. Oké. Okay, ja, kent u wel, hè? Ja, nee, zeker. Ja. En dan nu, want een afscheidsfeestje, dat heeft er dan niet ingezeten, denk ik. Nee, is drie keer is er een poging ondernomen om afscheid te nemen op in iets ruimer verband. Dat is niet gelukt. Maar uiteindelijk met mijn afdeling in oktober nog een keertje, met een man of 10. Kon toen net. Nog even snel wat eten. Ja, toch even wat. Okay. Nou, ik wens u in ieder geval een heel mooi nieuwjaar en fijne feestdagen. Nou, heel graag. Dank u wel. Succes. Rio! Wat heeft u een prachtige muts op? Ja, leuk hè? Ja. Heeft u hem zelf gemaakt ook? Nee, ik heb hem ooit in de Baltische Staten gekocht. En daar hadden ze hem zelf gebreid. En ooit, dat betekent dat die muts al een tijdje meegaat? 5 jaar. Oké, okay, oh, dat valt nog wel, dat valt hartstikke mee. En maar, hij is nog steeds leuk. Maar bent u reislustig? Ja, als het kan wel. Nou ja, dat was mijn volgende vraag, want dat kan u eigenlijk niet meer, hè? Wat zegt u? Nee, dat mis ik wel. Wat was uw laatste reis? Mijn laatste reis was naar Servië. Dat is ook mooi, hè? Dat is ook mooi, ja. Ik ben zelf een paar keer in Bosnië geweest. Oké. Je ziet daar nog wel heel veel van de oorlog terug, dat is minder leuk. Hè? Maar het is wel, het klimaat is er mooi, het eten is er lekker. Dus, ja. Nou ja, mijn echtgenoot die overleden is, die kwam daar vandaan. Dus daar heb ik banden mee, nog steeds. Maar en wat is de verste reis die u, of de mooiste reis die u ooit gemaakt heeft? Naar Bali. Ja, en wat is daar zo mooi aan Bali? Ja, de rust en de mensen die zeer vriendelijk zijn en het landschap. En welke reis hoopt u nog te maken? Want het is nog even de vraag, wanneer kan en mag het weer? Maar... Nou, als ik sterk genoeg ben, dan ga ik nog weer een keer naar Bali toe. Ja. Dat is me erg goed bevallen. Ja, ik mag natuurlijk niet vragen aan een dame hoe oud ze is. Maar wat zeg je? Ik mag natuurlijk niet vragen hoe oud u bent. Ga ik ook niet vragen. Nee, dat hoort niet. Ik ben de 8 kruisjes gepasseerd.
Ik hoop dat u nog een paar mooie reizen mag maken. Dat hoop ik ook. En fijne dagen. Ja. Tot ziens. Rio! Ja, jij vroeg je af wat ik aan het doen was. Ja, ik denk, jij bent zeker achter de burgemeester aan het rennen. Ja, die zat hier net, hè? Die zat hier net op het terras. Ja, ja, hij zat zeker op het terras. En, zijn jullie vrienden? Ik heb geen vijanden. Tenminste, niet dat ik weet. Een mooi antwoord is dat. En nee, ik bedoel meer van wat ik net op de grond lag te doen. Ja, ik denk, wat ben je dan aan het spartelen, man? Nou, er was een mevrouw, die zei nog wel... Brood gooien of zo? Nee, je moest me terugrollen. Oh, nou nee, daar heb je Brigitte voor, hoor, kappen. Maar die vrouw, die is een Pilatusjuf. Ja. En die zei toen de camera uitstond... knip er maar wel in, want je deed het niet zo heel goed. En straks denkt ze dat ik een slechte juf ben. Dus okay. Bij deze, het lag aan mij en niet aan de mevrouw. Nou, prima dan toch, als je dat dan even doet. Kan ik bijkomen zitten op de schaar? Ja, houdt hij dat? Ja, dat is metaal, hè, van voor schor. Dat is goed staal. Nou, maar heb jij het Sinterklaasjournaal gekeken met je kleinkind toevallig? Ik heb geen Sinterklaasjournaal gekeken. Ik heb wel Sinterklaasfeest gevierd. Dat dan wel. En het was hartstikke leuk. En surpriseavond was een beetje raar verlopen. Omdat we dat nu niet meer bij elkaar zaten. Natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. En toen hebben we het met de telefoon beeldbellen gedaan. Maar dat vind ik toch niet een optie. Nee, dat eigenlijk niet. Maar ja, we moeten met de kerst. Ja. Kan ook niet anders. Hè? Oh nee, we gingen niet meer klagen deze uitzending. Ik heb te veel geklaagd. Nee, heb je te veel geklaagd? Ja, ik zit gewoon met dat hele oud en nieuw verhaal. Net als vorig jaar. Gewoon meerdere dagen kerst vieren. Dat is waar. Ik zit net in mijn nieuwe huis dan. En ik had gehoopt op een groot feest. Dus ik bouw gewoon even voor mezelf. Nee, hoezo? Je kan nou... Weet je, met een groot feest nodig je heel veel mensen uit. Wat gebeurt er? Je hebt bijna nooit geen tijd voor iemand. Want er zijn te veel mensen om even een normaal gesprek te hebben met iemand. En waarvoor nodig je niet gewoon elke keer 2 of max 4? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, hoi. Van goed? Ja, natuurlijk. Dagie. Nou, Bert. Hallo. Ja. Het is nou een beetje weer, joh. Het is heerlijk weer. Ja, lekker, toch? Lekker fris. Gezond weer. En die doet het goed, dat was hier, hoor. Ja, ze gaan praten. Ja, praten kan ze zeker. Heb je hun al gezien? Die zitten daar met z'n tweeën van de Muppet Show. Ach, jee. Zit koffie te drinken. Ja, nou ja, ze hebben gelijk ook. Iemand moet die koffie opmaken. Hey, fijne dagen. Ja, joh. Bedankt, hè. Had je hoogtepunt? Mijn hoogtepunt is dat Max Verstappen heb gewonnen, natuurlijk. Ja, helemaal goud. Zitten kijken? Helemaal goud. Ja. Ja, tuurlijk. Op het puntje van mijn stoel. Heb je het niet gefilmd? Goud. Heb je het niet gefilmd toen je richt? Ik heb het niet gefilmd, want ik was te zenuwachtig. Ik zat op het puntje van, ik ben daar helemaal... Ja, ik hou daarvan. Ja, maar het is toch ook leuk? Laten we eerlijk zijn. Hij deed... 11 seconden, 9 rondes rijden. 1 seconde per ronde liep hij in. Ik denk, shit, 9 rondes. Dat is 9 seconden als hij het redt. Maar hij moest er 11 inlopen. Nou, toen die crashte, ik denk, zo, dat komt even link uit. Ja, alleen ik was in slaap gevallen. Ja. En ik werd wakker in ronde 57. Dus ik heb precies het eind gezien. Ik heb het ontknopen gezien. Geweldig, geweldig. Ja, en dan al die leuke teksten, hè, AMG. Ik heb heel veel appjes van jou gehad. En die filmpjes met Lewis Hamilton. Ja, goud toch, goud. Ja. Nou, ik vond het weer gezellig. Laten we aan de koffie gaan. Ik ga maar niet vragen om de dragonfruit, want die is er toch niet deze week. Nee, die printen we vandaag morgen voor je uit. Nou, laten we dan, we zijn aan het einde van de show. Kerstkaart. Allemaal naar Rudo, even dragonfruit sturen. Nou, jouw collega. Hoe heet hij ook alweer? Martijn. Martijn. Die is tussen. Ik heb eigenlijk even een ander eindshot bedacht. Oh, leuk. We zijn aan het einde van de show. Dus we gaan jou heel even filmen. Want jij zit natuurlijk iedere keer in de aftiteling. Precies. Maar we eindigen vandaag met de 2 oude koffiedrinkende mannetjes. Oké, is helemaal goed, toch? Okay, dus ja, gezellig. Kijk jij ze even recht aan. Ja, ik kijk ze. Sex sales. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin.